Je moet je bek houden! Contentzone, het is 5000 euro. Is dat de contentzone waar je wil dat ik in kom te zitten, Kel? Is dat de contentzone waar je wil dat ik... Oh, agressief! Oh, als ik een beetje boos doe, dan kom ik in de teaser! Ah! Dat is wel waar. What's good? Welkom bij Money Matties, de show waarin ik strijd tegen mijn matties voor money. Vandaag 5000 euro voor degene die de beste trickshots kan doen. Let's go! Oh, dit! Blijf van mijn lul af! Oh ja! We doen vandaag 5 trickshots. En degene die dat het beste doet, wint 5 doezoe. We beginnen met de makkelijkste, maar de kleinste. Gast, die lul in mijn kont. Ja. Oké, okay, insert hip-hop muziek. 3, 2, 1. Tijd voor trickshot 1. Balletje beker. Oké, okay, we hebben allemaal beerpong gespeeld, maar in plaats van dat we hier zo gaan staan, gaan we... Nee. Nee. Nee, dat kan niet met zo'n bal. Gooi eens hard. Oké, okay, gooi eens goed. Even harder. Kom eens in. Nee, zie je, je moet wel echt... Dit gaat echt oneindig door als we dit moeten doen. Oh! Ik zei het, Pik. Nee, we doen het. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Pingpong, more like rondje rond tafel. Oh. Ik heb geoefend in de beerpong app. Yeah. Oké. Okay. Zijn jullie klaar? Yeah! Zijn jullie klaar? Ja! Yeah. Let the trickshots begin, let's go! Ah! Ah! Nee, nee! Nee, dat was nep! Dat was nep! Oh! Ah! Oh, fuck! Ja, Quinten zit er echt dichtbij de hele tijd. Hij heeft de meest... Ja, inderdaad. Oh! Die pang-pang! Oh! Nee, heel stuk spannender meteen. Oh! Dat is toch niet normaal, jongen? Moet je nagaan als we nog steeds daar... Nee! Ja! Nee! Oh! Oh. Ik zweer het je, man. Ik wil even de replay. Even de replay. Dankjewel. Wow! Ronde 2. Het wordt nog gekker. We hebben hier een mooie stapel gemaakt van bekertjes. Het is de bedoeling dat we met een Nerf gun met ons verkeerde hand gaan schieten. Degene die als eerste raak schiet, wint deze ronde. Are you guys ready? Ja! Oké, okay, we zijn begonnen. We zijn officieel begonnen. Nerd. Fucking nerd. Quint is fucking nerd. Ik bereken die trap. Oh! I've been on that! Oh! You try to kill Mary Lane. Boy, you get this son of a bitch. Ah, bijna. Huh? 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 Dit is een politie oefening. Ik wil echt hier niet staan. Hoi! 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 Met die Japanse geluiden. Ja. Hoi! 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 Ja. Oké, okay, doe die politieoefening. Ah ja, doe maar wat je wil. Zo, als je hem zo raakt, word ik echt boos. Ah! What the fuck? What the fuck? 2! 2-0-0-0! 2 trickshots voor je boy, Kafwijk. Doe je back, jongen. Niet zo fucking slechte stoer. Slechte verliezers gewoon. Oh, zo werkt het wel, ja, kijk. Nu kan ik het ook. Je moet je back houden! Contentzone, het is 5000 euro. Is dat de contentzone waar je wil dat ik in kom te zitten, Kel? Is dat de contentzone waar je wil dat ik... Oh, agressief! Oh, als ik een beetje boos doe, dan kom ik in de teaser! Ah! Het is wel waar. Zullen we doen dat we staan en dat die bal opeens uit de lucht komt vallen? Ronde 3, jassen! Auw! Oh.
That's how you break. Dat is hoe je vinger breekt. Ronde 3, basketbal achtersom zo gooien. Achtersom. Ik begin, want ze denken dat dat ongeluk brengt. Maar ja, ik heb gewoon skills. Mi pang pang. One. Nee! De... Mi pang pang. Hey, Quinten. Oh! Michael Jordan. Stop it. More like Michael Jordan. Murder! Pol, hou op. Pol, hou op. Pol. 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 Pol, nu ga je te ver. Pol, nu ga je te ver. Pol. 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 Mijn pangpang. Die duurt te lang. Wat? Nee, maar die kijken! Hij was toch mis. Ik hoorde die net, jongen. Ik hoorde die net. Boom. Gooi hem op zijn Brabant. Hé, een potje ketsen is toch nog een keer? Nee is nee, hè? Zou je moeder even potje ketsen? Nee is nee! Oh, oké. Okay. Komt-ie. That's what she said. In de hart. That's what she said. We got this. Oh ja! Yes! I'm so happy voor je, want Paul was full up in die energie. Paul had de most chance ook. Hij zat zo close, die hele gimmick. Round 4, boys! De voetbalronde. Daar staat een doel. Daar ligt een bal. Vrij ver van elkaar vandaan. Vrij ver van elkaar vandaan. En de eerste die het balletje in het doeltje weet te krijgen, wint deze ronde. Are you ready, boys? Yeah! Are you ready, boys? Posse tutu. Links, links. Nog één mogelijk, één mogelijk. Yes! En straks op de serie, WK finale. Hockey! Oh. Oh. Ja. We gaan weer heel wat leven. We waren geen groene. Ja! 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 Yes! Oh, anders had hij gewonnen. Nou, Quinten, de scheve. Heb je het over mijn pik of mijn schot? Allebei. Trap maar even mis. Ja. Pingel, wegjes. Okay, super vet. Little laffy taffy. Nah, dit is onheerlijk. That dingo ting. And that laffy taffy. Yeah! That laffy taffy. Oh ja, boeien! Liever jij dan... Het is tijd voor de finale ronde. Ik ben Jart en ik ben tandtoetsle. It's easy. Als ik hem raak, dan heb ik gewonnen. Dan heb ik namelijk 3 trickshots gewonnen. Als een van jullie het raakt, staat het 2-2 en dan doen we hem nog een keer voor de finale ronde. Are you guys ready? Ja. Denk aan die 5 toezoen, man. Ja, dat denk ik wel. Brrra! Mama! Mama! Hij wint ook gewoon bij. Oh. Ik hoop dat jij hem hebt, eigenlijk. We worden wel beter allemaal. Is grappig, want ja, mijn neefje uit Marokko heeft deze eigenlijk bedacht. Butterflip komt van Bhatelbi en betekent geluk. Waarom betekent het geluk? Bhatelflip. Toch iets zachter. Moet rustiger door de lucht. Ja, dat is het! Ja! Hij heeft gewonnen. Ik heb gewonnen. Dat betekent dat ik de 5000 euro in mijn bezit heb. Volgende week moet ik hem gaan verdedigen. Dank jullie wel voor het kijken. Volgende keer weer. Jouw moeder! Ik heb deze aflevering van Money Matties gewonnen. En dat betekent dat ik de 5000 euro moet gaan verdedigen. Degene die als eerste 4 afleveringen wint, mag de 5000 euro houden. Tot volgende week.